Evolutief Dan maakt nu mee, dus goed op de koppaarden. Kooijman ziet dat ook. Die ziet ineens dat rood en wit aankomen. Dat zijn die vervelende Ajax-kleuren waarvan Kooijman ook geen grote fan is. 17-3 de tussentijd. En zo gaan ze de laatste bocht in. Leiding in handen van Demolition Girl. Buitenkant Evolutief Dan. Kooijman is uitstekend gemotiveerd nu om die rood-witte kleuren voor te blijven. En met z'n tweeën lopen ze een straat weg. En ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Aan de binnenkant Demolition Girl. Aan de buitenkant Evolutief Dan. En zo komen ze de laatste rechte lijn in. Nog altijd Kooijman. En aan de buitenzijde Pols. Kooijman en Pols. En ze gaan op weg naar de laatste 200 meter. Kooijman aan de binnenkant. Pols aan de buitenzijde. Er wordt voor gevochten. Het gaat ergens om. Maar het gaat gewoon Kooijman worden. Met de tip van de dag. Go baby! Go, go, go! 1-14-4. De laatste 500 meter. Wat een man. Wat een rijder. Uitslag is officieel, dames en heren. Daar staat hij weer. Tom Kooijman rijdt voor Bas Krebas. En weer winnen ze. 18-5 voor de winnaar. Wendy heeft de bloemen, de rosette voor Tom Kooijman en er ook nog 3 zoenen voor over. Zo zijn onze hostesses. Tom, waar zwaai je naar, Tom? Dan, vriendin. Ah, kijk aan, die kijkt mee. Hè. Trots. Is ze trots? Tuurlijk is ze trots op de mannetje. Ja, Tom, even voordat Jaap Fix aan bod komt. Je reed er voor het eerst. Ja, maar dat is niet zo moeilijk. Bas zegt precies hoe ze zijn, dus het is voor mij gewoon een tweede keer dan. En had je het perfecte nummer? Ja, ik had het beste paard, denk ik. En, ik had geen slecht nummer. Ik kan beter 8 hebben als 4. Hè? Mm-hmm. Of 6 bedoel ik. Die er achter tussen. Ik kon nou mooi buitenom en het gaat zo hard weg. Dat ik denk, rij maar door tegen deze paarden moet het kunnen. En dat bleek ook wel. Ik vond het die van Henk heel goed. Die kwam nog sterk handelen. Halverwege de laatste bocht werd ze wat makkelijk. Maar ze maakte het keurig af. Ja. Lekker paardje. Kan er meer winnen? We gaan het proberen. Jaap en dochter. Jaap en Katja. Mooie herenprijzen voor Tom Kooijman, die zijn bloemen afgeeft aan Peter Delers. Ja Bas, even een korte reactie. Jij had dit verwacht, zei Hans. Ja, hij stond er super in natuurlijk. Hij kreeg 20 meter en hij liep laatste 2 keer eigenlijk al heel goed. En nu zit alles mee. Nee, top. Heel, heel blij mee. Een apart beestje blijft het, hè? Ja, kijk, hij springt geregeld. Als je zijn staat van dienst in Frankrijk ook ziet, hij springt de helft van de start. Dus denk je, het is geen moeilijk paard, maar de helft van de tijd springt hij. Maar als hij niet springt, kan hij heel hard lopen. En ik hoop dat hij de winter nu gaat verdienen, wat ik altijd al van hem gedacht had, dat hij zou winnen. Kan zomaar, ja. Ben jij de groom? Een ereprijs ook voor de groom in dit geval. En Dennis Minema wordt even gebombardeerd tot groom. Maar laten we niet vergeten dat Dennis van groot belang is voor de stal van Bas Krebas. Hij is meer dan dat. En dan komen ze aan, dames en heren. Mooie tip, mooie winnaar, Tom Kooijman. Hij wint met Demolition Girl. Draaien.
start gevallen. En weer die hele fijne start van Demolition Girl. Laat dat maar aan Tom Kooijman over. Die pakt heel makkelijk de leiding. En er gaat in het veld van alles mis. En het paard van Gunther Loire springt daar weg. Dat is Eureka Erbelin. 2 en uitgeschakeld nummer 3. Beiden galop. De 3 sprong. De 2 liepen bovenop. En dan zijn ze er allebei uit. En zo gaan de paarden de eerste bocht door. En Kooijman kijkt al een keer over de schouder. Dat deed hij vandaag al eens eerder met Bunker Duhamel. Maar hopelijk loopt dit beter af met Demolition Girl. Onze tip van de dag. Paarden ronden de eerste bocht, komen de rechte lijn voor de tribune in en Demolition Girl leidt. De achtervolging wordt geleid door Tim Swarma met Edwina Ecus. En daarachter volgt dan aan de buitenzijde. Die komt nu sterk naar voren, Jaap van Rijn. Jaap is onderweg met Espignon. Espignon is een mede-favoriet en die wil graag inparkeren. Maar ja, dan moet je wel de medewerking hebben van de deelnemer aan je binnenkant. En dat is Tim Swarma. En Tim kent ook Jaap van Rijn wel een beetje. Tim is hier vandaag de gast en die denkt, laat ik het niet al te moeilijk maken. En die maakt daar een heel klein gaatje. En daar kan Jaap precies tussen. Zo gaan de paarden de rechterbocht door. Hebben de eerste meters gehad van deze koers. En zijn we in de rechte lijn overzijde. En is de leiding in handen van Demolition Girl. Wordt gevolgd door Espignon. Normaal gesproken kom je aan deze twee paarden niet meer voorbij. Daarachter worden de proppen al getrokken bij Edwina Ecus. Die zijn er al uit. En daarachter volgt aan de relingzijde Canon de la Douce. Paarden in de rechte lijn overzijde. 19-3 voor de 500 meter die we net gezien hebben. En de leiding in handen. Heel makkelijk in handen van Demolition Girl. Demolition Girl moest de laatste keer alles buitenom doen. Vandaag mag ze het van kop af doen. Maar dan moet je niet net de mede-favoriet op je rug hebben. Espignon, die ligt daar wel. Daarachter op plaats 3 volgt dan Edwina Ecus. Daarachter aan de relingzijde volgt Canon de la Douce. Aan de buitenkant daarnaast Enis Stone. En achter Enis Stone is het Earthquake Ballet. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. Ook Jeroen Offringa heeft zich naar het tweede spoor georiënteerd met zijn Diego Panama. Daar komt de aardbeving aan de buitenzijde weer op. Dat deed hij de vorige keer ook al. En dat is Arend de Vrede die met Earthquake Belé naar voren gaat. 19-9 de tussentijd. Als het te langzaam gaat, gaat Arend wel rijden. En daarachter wordt Ennis Stone nu in een hogere versnelling gezet. Ook dat is gelukt. En zo zijn we dan in de rechterbocht. Paarden ronden de rechterbocht en de leiding is in handen van Kooijman met Demolition Girl. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Espignon. Buitenkant daarnaast Earthquake Ballet. En de rest heeft het even wat moeilijker. Komt in de start van het veld straks nog wel een aanval van een van de Davidson paarden. En die komt er nu aan de buitenzijde. Dat is de nummer 11, Evolutief Dam. Evolutief Dam maakt nu meters goed op de koppaarden. Kooijman ziet dat ook. Die ziet ineens dat rood en wit aankomen. Dat zijn die vervelende Ajax kleuren waarvan Kooijman ook geen grote fan is. 17-3 de tussentijd. En zo gaan ze de laatste bocht in. Leiding in handen van Demolition Girl. Buitenkant Evolutief Dam. Kooijman is uitstekend gemotiveerd nu om die rood-witte kleuren voor te blijven. En met z'n tweeën lopen ze een straat weg en ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Aan de binnenkant Demolition Girl. Aan de buitenkant Evolutief Dam. En zo komen ze de laatste rechte lijn in. Nog altijd Kooijman en aan de buitenzijde Pols. Kooijman en Pols. En ze gaan op weg naar de laatste 200 meter. Kooijman aan de binnenkant, Pols aan de buitenzijde. Er wordt voor gevochten. Het gaat ergens om. Maar het gaat gewoon Kooijman worden met de tip van de dag. Go baby! Go, go, go! 1-14-4, de laatste 500 meter. Wat een man, wat een rijder.